Goedemorgen, beste mensen. We staan hier aan de noordkant van Bunschoten stad, als we dat zo moeten noemen. Het gedeelte van Bunschoten binnen de stadsgrachten. En voor de poort naar Bunschoten toe, die er is geweest, staan we op een historische plek. Een locatie die eigenlijk in het verleden de haven van Bunschoten is geweest. Maar die eeuwenlang bij ons bekend is gestaan als de Kalk. Omdat de haven grotendeels was dichtgeslipt. En zodoende is het hier ook het Kalkplein. En zijn de andere straatnamen zoals Kalkkamp en Kalkweg gegeven. Maar op deze plek waar dus ooit het water borrelde en vanuit de polders en vanuit de vaart richting Spakenburg liep. Is er op enig moment verlanding geweest. En ander gebruik van de grond. En er was een groep mensen die die grond heel hard nodig had. Want vanuit de Doliantie, een kerkhervorming aan het einde van de 19e eeuw, was er behoefte aan grond voor een school, een kerk, een pastorie en een onderwijzerswoning. Dus als wij hier staan, dan denken we aan twee dingen. Aan hetgeen wat we niet meer zien, maar met een stukje water wat er nog is bij het gemeentehuis en richting de gracht, het Kalkplein. En aan de andere kant de bebouwing van wat je kan noemen het complex wat uit de Doliantie is voortgekomen. En wat nu door winkels en nog steeds door de kerk, met de gebouw Kostverloren, de voormalige kerk hier ter plekke, is bestemd. En tot voor kort het politiebureau, wat binnenkort ook weer in Bunschoten handen komt en zal worden bewoond en gebruikt. Nou, bij deze. Ik zou zeggen, kom even dichterbij en bekijk even wat hier staat. En dit is het deel van het bord wat het gebouw omschrijft. Alles is geregeld. Dit is een hele mooie. Dit is dus een luchtfoto. Je ziet hier de voormalige kalk waar die lag. Ongerept, hè, want je ziet dat hier de Zuiderkerk, daar zit het hek van de Zuiderkerk, dat zie je wel een stukje van. Waar nu de burgemeester woont, dat is nog een ongerept grasland. Er is helemaal niets van bebouwing op die plek. Volken van de muurtjes, precies die lijnen. Hier zie je het nog een keer van deze kant, maar dan zie je dus wel dat er van Amerongen een school gebouwd is, maar dan is het tot aan het buurtje Barneveld helemaal niets te zien. Wat een garage komt. Ja. Ja, hier staat er nog echt voor de deur. Dat kun je zo mooi zien. Ja. Hier, Melis, hier zit je muurtje. Ziet. Ja, hier loopt het muurtje. Hier lijn van die bank. Ja, klopt precies. Geweldig. En dit is het burgemeester de Visplein. Zo was het toen. Zo was het, ja. Ja. Hier zit je muurtje zit hier. Ja, dat muurtje staat hier nog helemaal met een hek met een bodding erboven. Er staat notabene op de foto. En hier heb je dus inderdaad. Het staat niet op de klik. En dan zie je dat deze twee rijlopers, dat die ene die sloot aan de Molenstraat en de andere op de Koningin-Wilhelminastraat. Die ken ik, ja. Hier zie je de haven. Hier zie je de haven echt in zijn volle glorie. Oh, ja. Hier zie je dus dat je aan deze kant van de gebouwen kon je, maar dan moest je over de bruggetje en zo kon je dus de Molenstraat in. Dus je moest kon je niet te recht door. Je moest over dat bruggetje heen. Dus je hier ging en de auto's kwamen. Je hebt de bruggetje. Dat is de situatie.